iedereen en welkom bij deze video. Als je mijn haar er een beetje raar uit vindt zien, dit is dus dag 2 haren. Dus ik heb mijn haar gisteren gedaan, heb ermee geslapen en zo ben ik weer wakker geworden. Ik weet niet wat ik ervan vind. Normaal met krullen, je moet echt elke dag wassen, want elke ochtend ziet het er niet uit. Ik moet elke dag opnieuw wassen, opnieuw doen, dat is best wel veel werk. En ik dacht, ja, waarom zou ik er niet 2 dagen mee kunnen doen? Dus dit was een beetje vandaag een test. Ik vind het, ja, het is best oké. Het is niet zo mooi als dag 1. Ik weet niet of ik dit vaker ga doen. Maar ja, ik weet niet. Wat vinden jullie? In ieder geval, deze video is een get ready with me. Voor de mensen die niet weten wat het inhoudt, een get ready with me is letterlijk maak jezelf klaar met mij. Ik ga mezelf gewoon klaarmaken voor de dag en ik ga een beetje praten met jullie. Het leek me wel leuk om dit ook een keer zo te doen, want dat heb ik nog nooit gedaan. Normaal praat ik niet echt over dingen, maar ik praat alleen over de make-up. Laat zien wat ik gebruik en opdoe en hoe ik het doe. Maar vandaag, ja, pak ook gewoon je make-up erbij en maak je samen klaar met mij. Doen mensen dat echt? Want het is een get ready with me, dus maak je klaar met mij. Maar doen mensen dat echt? Pakken ze dan ook echt hun make-up en maken ze klaar met mij? Ik doe dat nooit. Ik lig gewoon vaak in bed gewoon die video te bekijken. Maar ja, dat is in ieder geval wat we gaan doen vandaag. Dus blijf lekker kijken. Nou, daar ben ik dan weer. Ik heb weer mijn krullen. Het is weer een tijdje geleden. Ik heb alleen mijn wenkbrauwen gedaan voor de mensen die nieuw zijn of niet nieuw zijn, maar de uitleg hebben gemist. Ik doe mijn wenkbrauw altijd al voordat ik begin met filmen, omdat het gewoon heel saai is om naar te kijken en het verandert nooit. Ik gebruik altijd gewoon een wenkbrauwpotlood en maak het gewoon strak met concealer en een wenkbrauwgel. Dus vandaar dat ik die altijd al heb gedaan. Ik ga eerst mijn Kiko Hydra Pro Glow opdoen. Sinds ik deze heb, echt... Dit is echt een wondermiddel voor droge huid. Ik heb het ook al verteld in mijn 2 video's hiervoor. In de Urban Decay Dupe video. Dit is echt, voor de droge huid is dit echt geweldig. Dit zorgt er echt voor dat je een hele mooie dewy glans krijgt op je gezicht. Dus een hele mooie shiny glans. Dus geen droogheid. Als foundation gebruik ik mijn Estée Lauder Double Wear Foundation in de kleur 3 en 2. Dit is een hele dekkende, matte foundation. Je zult je nou misschien afvragen, waarom gebruik je zo'n dewy primer als je vervolgens een volledig dekkende matte primer erop doet. Waardoor er niks meer is te zien van de dewyheid van de primer. Is dewyheid een woord? Nou, dat kan ik wel even uitleggen. Het is niet per se mijn bedoeling dat je de dewyheid nog kunt zien. Ik zeg gewoon dewyheid heel de tijd, ik weet niet of het een woord is. Kijk, als je er een medium dekking foundation of lichte dekking foundation op doet, dan kun je dat nog wel zien. Dat is wel mooi als je daarvoor gaat. Mijn probleem is gewoon dat ik dus een hele droge huid heb en ik over het algemeen volledig dekkende foundations gebruik. Zoals deze die ik nou op doe. En die zijn meestal ook mat. Maar de combinatie van een hele dikke matte foundation met mijn droge huid is eigenlijk bijna niet te doen. Want dan komen er allemaal van die hele droge plekken op mijn gezicht. En van die schilfertjes en zo. Dus mij gaat het er meer om dat ik gewoon een hele dewy primer eronder doe. Zodat dat dus niet gebeurt. Zodat mijn huid een stuk minder droog is. En ik niet van die droge plekken krijg. En mijn gezicht toch wel gewoon mat kan worden. Dus dat is eigenlijk meer de reden. Ik vind ook echt dat ik deze foundation niet genoeg liefde geef. Het is echt een van mijn allerduurste foundations. Maar ik gebruik hem op zich niet echt heel vaak. Komt ook gewoon omdat ik best wel veel foundations heb. Dus gewoon ook echt afwissel. Maar ik vind het eigenlijk best wel zonde om zoveel geld te besteden aan een foundation en om dan nooit op te doen. Dus ik wil hem ook wat vaker gaan opdoen, want hij is echt top. Hij blijft echt de hele dag goed op je gezicht en zo. En ja, dat is echt heel fijn. Als concealer gebruik ik mijn Makeup Revolution concealer in de kleur C5. Ik twijfel altijd of ik C4 heb of C5, maar het is C5. Ik moet dus zo meteen gaan werken. Het is nu 10:30 en ik moet om 1 uur werken van 1 tot 6:30. En voor de mensen die mijn vlog hebben gezien over mijn moeders verjaardag, die hebben ook gezien dat ik dus een nieuwe baan heb. Daar werk ik nog niet. Ik ben nu nog gewoon bij Kiko. Ik werk trouwens bij Kiko Tilburg. Ik woon ook gewoon hier in Tilburg. En dit is mijn laatste week daar. Als deze video online komt, is het zaterdag. Ja, dan is dus vandaag, jullie vandaag, mijn laatste dag. En dan maandag 5 februari begin ik dus bij mijn nieuwe baan. En ik heb er echt zin in. Want ik vind het altijd zo kut dat je nog moet uitwerken bij je baan als je al een nieuwe baan hebt gevonden. Want je bent dan helemaal enthousiast en wilt dan gewoon graag beginnen bij je nieuwe baan. En dan heb je niet echt meer zin om bij je oude baan te werken. Echt super slecht. Maar ja, het moet nog even. En ja, wat ik wel echt ga missen is werken met make-up. Dat vond ik wel altijd leuk aan Kiko. Je kunt lekker werken met make-up. Je bent ook altijd de eerste die weet van nieuwe collecties en zo. En hebt personeelskorting. Dus ja, dat vind ik altijd wel heel chill. En dat gaat dus weg. Want mijn andere baan is een ICT-baan. Is iets heel anders dan make-up. Maar ja, je moet gewoon vooruit gaan in het leven, toch?
Ik ga eerst mijn NYX Contour Kit, deze kleur, gebruiken om mijn neus te contouren. Ik wil trouwens even iets uit de wereld helpen, want ik zag bij Fadim's Beauty Space dat iemand zei dat je bij de Kiko niet wordt aangenomen als je een hoofddoek op hebt. Ik wist dat niet. Ik heb ook geen hoofddoek op, dus ik heb dat probleem niet. Dus ik heb het even nagevraagd bij mijn manager. En dat is dus niet waar. Je kunt gewoon daar gaan solliciteren als je een hoofddoek op hebt. Ze had mij gezegd, elke manager van elk filiaal mag dat helemaal zelf weten. Ja, je hebt natuurlijk altijd wat racistische mensen of gewoon mensen die gewoon geen hoofddoek meisjes willen in de winkel. Die zullen je dan ook niet aannemen. Maar ze zullen waarschijnlijk nooit zeggen dat het komt door je hoofddoek, want dat is echt niet correct. Dus ze verzinnen wel gewoon een ander smoesje. Maar dat je dus gewoon niet wordt aangenomen, altijd niet door een hoofddoek, is dus niet waar. Dat mag elke manager helemaal zelf weten. Nou ga ik mijn poeder doen. En over werken bij de Kiko gesproken. Omdat ik nou wegga, zijn ze dus op zoek naar een nieuwe medewerker. Het is niet fulltime, dat niet. Dus als je daarna op zoek bent, heeft het geen nut. En het is dus zoals ik al zei in Tilburg. Dus ambieer je een baan in de make-up bij de Kiko. Dan kun je altijd solliciteren. En ik moet wel zeggen, het is wel leuk om daar te werken. Ik heb in 2 filialen gestaan. Ik stond eerst in Kiko Eindhoven en toen ben ik overgeplaatst naar Tilburg. Het hangt wel echt af van elk filiaal hoe het is, want je hebt ander personeel, andere medewerkers. Ik ga trouwens even mijn ogen primen met de Emit make-up primer. Make-up primer, oogschaduw primer. Maar zoals ik al zei, het hangt wel echt af welk filiaal je staat, of het leuk is of niet. Want ja, af en toe match je gewoon beter met het personeel. En af en toe, ja, dan pas je er gewoon niet zo goed bij. Dat kan, maar dat hangt echt af waar je staat. En je hoeft niet per se een visagieopleiding te hebben gedaan, want dat heb ik ook niet. Je moet wel gewoon kunnen aantonen dat je wel iets weet van make-up. En ik had dan mijn YouTube kanaal, zo kon ik dan laten zien dat ik het gewoon kan. Maar ja, je hoeft in ieder geval niet per se een opleiding te hebben gedaan, want dat denken vaak mensen ook. Dat hoeft bij MAC en zo trouwens ook helemaal niet. Dat denken wel veel mensen. Ik ga mijn iHeart Makeup Palette gebruiken. Dit is de Rose Gold. Ik ga eerst deze kleur gebruiken om mijn ogen af te poederen. Dan pak ik deze rode kleur en die doe ik op mijn hele ooglid. Nou, ik wil het ook nog even hebben over de allereerste vlog die ik had geplaatst. Dat was dus van mijn moeders verjaardag. Als je die nog niet hebt gezien, klik even hier. Trouwens, als je mijn video's bekijkt op mijn televisiescherm en ik zeg klik hier, dan kun je niks zien. Je kunt alleen zien als je kijkt op je telefoon of gewoon op de computer. Dus niet dat je denkt van waar staat het dan. Ik vond het echt heel eng om die vlog te plaatsen. Want je laat toch wel iets zien van je leven. Je maakt jezelf toch wel een beetje kwetsbaar. Ook voor kritiek en zo. Want mensen hebben vaak al heel snel kritiek. Als ze 10 minuten uit je leven zien die jij zo hebt geëdit. En alleen maar laat zien wat je wilt. Denken mensen al heel snel dat ze je hele familie, heel leven, hele geschiedenis kennen. Alles van je weten. En ook hun mening daarover mogen uiten, positief en negatief. Dat was ook altijd echt een reden dat ik niet wilde gaan vloggen. Want ja, ik heb die behoefte gewoon echt niet. Ik heb echt niet de behoefte om alles te laten zien. Ik heb ook echt niet de behoefte om erop veroordeeld te worden of wat dan ook. Want ik doe gewoon wat ik wil, ik doe wat mij blij maakt en ik hou geen rekening met anderen. In het opzicht van dat ik me moet gedragen zoals anderen willen dat ik me moet gedragen. Dus ja, dus vandaar dat ik het wel eng vond. Ik ga wel gewoon door nog. Ik moet wel zeggen, ik had een paar negatieve reacties gehad. Maar ik had echt gelijk 70 positief en misschien 2 of 3 iets minder positief. Ik vond het wel even niet leuk. Want één meisje trok ook al helemaal een conclusie. En dan denk ik echt van, check, dit is een vlog van niet eens 10 minuten. Het is een verjaardagsvlog ook nog. Dus alles is gewoon heel blij en we hebben gewoon een leuke dag. Dus in principe weet je nog steeds bijna niks van mijn leven. Want het is niet eens een normale dag of zo. En dan trekt ze toch al conclusies. En dat vind ik altijd zo minder. En door dat soort mensen wil ik al gewoon niet meer gaan vloggen en zo. Maar toen dacht ik bij mijn eigen, ik heb eigenlijk 99% positiviteit gehad. En misschien 1% negativiteit. Dus waarom zou ik me gaan baseren op de negativiteit als juist de meeste mensen het leuk vinden? Dus ja, ik heb ook gewoon besloten dat ik gewoon blijf vloggen natuurlijk. Zoals ik ook al zei in die vlog, ik ga niet dagelijks vloggen of wekelijks. Gewoon af en toe als extra video's. Praten en opmaken tegelijk is echt moeilijker dan je denkt. Je zult nou denken, wat is er allemaal aan het doen met haar ogen? Maar het komt goed mensen. Wacht tot het einde. Nou pak ik deze kleur en die ga ik gebruiken om de randen uit te blenden en een beetje als transitiekleur. Ik moet toch wel zeggen dat ik het echt heel knap vind van alle meiden die echt dagelijks of wekelijks vloggen. En dan vooral de moslima meiden. Dus Marokkaanse die moslims zijn of Turkse of
elke afkomst, als je maar dat geloof hebt. Want ik moet toch eerlijk zeggen, en ik denk dat we dat allemaal wel weten, is dat als je als moslima gaat vloggen, je best wel veel negativiteit krijgt. Dus ik vind het echt heel knap dat ze dan ook gewoon doorgaan en het gewoon negeren. Want ja, ik denk dat ik daar best wel moeite mee zou hebben als ik hun was geweest. Dus ik vind het echt heel knap en ik vind ook dat mensen het niet genoeg respecteren. Want ja, ook hun laten maar gewoon zien wat ze willen zien. Dus ook niet echt elk detail van hun leven. Ook al verwachten mensen dat wel en doen mensen alsof ze dat wel doen. En het zijn altijd de mensen die niet vloggen en nog nooit een video hebben geplaatst. En niet eens een profielfoto hebben die het slechtste praten. En dan denk ik gewoon bij mijn eigen, maak eens een keer een vlog. Probeer het eens een keer. Of een beauty video. Probeer het eens een keer en dan ga je zien hoe moeilijk het is om het leuk te houden, positief te houden. En ja, het gewoon goed te doen voor iedereen. Want ja, er zijn altijd mensen die het niet goed vinden, natuurlijk. Je kunt niet iedereen tevreden stellen. Maar het is echt moeilijker dan dat je denkt. Je moet ook die balans proberen te houden tussen niet te privé te worden. Dus dat is altijd wel moeilijk. Maar mensen willen toch wel iets weten van jouw privé. Dus ja, dat is wel echt heel moeilijk. De reden dat ik er zo lang over heb gedaan om te gaan vloggen is omdat ik eerlijk gezegd niet echt dacht dat mensen geïnteresseerd waren in mijn persoonlijk leven. Want ik ben natuurlijk nog vrij nieuw op YouTube en ik maakte gewoon beauty vlogs. En ik had niet echt het idee dat mensen echt geïnteresseerd waren in mij als persoon. En echt alleen maar geïnteresseerd waren in mijn beauty video's. Maar na een tijdje begon ik toch best wel vragen te krijgen over dat ze vinden dat ik niet privé dingen laat zien. Maar rond ongeveer nou begonnen mensen toch best wel vaak te vragen of ik meer dingen wil laten zien van mijn privéleven. En meer over mezelf wil vertellen. Dus ja, ik ben dat nou ook gewoon langzaamaan aan het doen. Ik ga vandaag wel gewoon voor een beetje een makkelijke ooglook. Dan pak ik deze kleur en die doe ik onder mijn wenkbrauw. Ik doe echt altijd een glimmend kleurtje onder mijn wenkbrauw. Dat maakt je wenkbrauw gewoon mooi. Dat lift hem een beetje en dat maakt de ooglook echt altijd af. Dan pak ik deze kleur en deze kleur samen voor onder. Ook heel even iets korts over mijn social media. Ik plaats vaak mijn make-up looks op mijn Instagram. Dat is gewoon Sarah Marie, gewoon mijn voor- en achternaam. Want ik zie vaak vragen over, ja, wat heb je op in die video? Want dat gaat dan vaak over video's waarin ik ben opgemaakt, maar het niet over de make-up look gaat. Dat ik dan praat over iets of wat dan ook. Dus niet vertel wat ik op heb. Die looks staan vaak gewoon op mijn Instagram. Dus als je me daar even volgt of gewoon dan erheen gaat, dan kun je zien wat ik op heb. Het is niet altijd, maar meestal wel. Ik heb ook nog Snapchat. Dat is Saars Baby. Ik weet, die naam is echt belachelijk. Maar ik heb die echt eeuwen geleden gemaakt. Toen was Snapchat nog helemaal niet zo'n ding als nu. Toen was het echt een beginfase en ik deed er ook echt niks mee. Maar ik kan dus de naam nou niet meer veranderen. Is een beetje net MSN. Mijn MSN naam vroeger was Just Me Sarah. En dan met allemaal van die smileys. Zo slecht. Maar ja, op mijn Snapchat kun je dus meer zien over mijn persoonlijke leven. Ik plaats daar altijd de meeste dingen. Plus, ik plaats er ook dingen over mijn YouTube-video's. Bijvoorbeeld, als ik een dag iets niet ga plaatsen, dan plaats ik dus daar dat ik iets niet ga plaatsen. Dus dat is allemaal te zien op mijn Snapchat. Ik heb ook nog Facebook, dat is ook gewoon Sarah Mariek. Als eyeliner gebruik ik deze van Essence. Dit is de waterproof pen eyeliner. Ik doe dit even snel, want dit kan ik niet praten en doen tegelijk. En als mascara de Essence The False Lashes mascara. Oh ja, Facebook, dat heb ik ook. Dus Sarah Mariek. En op Facebook plaats ik eigenlijk niet veel. Ik plaats alleen dingen als er een nieuwe video online komt. Die plaats ik dan daar. Maar ik doe er eigenlijk verder niks mee. Ik wilde ook mijn Facebook gaan deleten voordat ik begon met YouTube. Maar toen ik dus begon met dit, heb ik hem gehouden zodat ik mezelf ook daar kon promoten. Dus ik zit ook allemaal in beautygroepen. En eigenlijk het enige wat ik doe met Facebook is een beetje in beautygroepen rondkijken. Inspiratie opdoen. Een beetje naar sensatie kijken. En that's it eigenlijk. Oh ja, als je mij een berichtje stuurt via Facebook, dat moet je dus niet doen, want dat kan ik niet zien. Want op een of andere manier, mijn bericht verzoeken is misschien vol of zo, ik weet niet. Maar ik zie er geen meer. Dus als je mij een bericht hebt gestuurd, dan zie ik die gewoon niet. Behalve als je even onder een van mijn posts plaatst dat je mij een berichtje hebt gestuurd, dan ga ik naar jouw profiel en dan klik ik op jouw bericht sturen. En dan pas zie ik jouw bericht. Als je mij een berichtje wilt sturen, adviseer ik je Snapchat en Instagram. Daar zie ik wel alles. Ik doe even snel mijn wimpers op. Dit zijn de A14 van AliExpress. Nou, terwijl mijn wimpers aan het drogen zijn, wil ik het ook nog even hebben over iets. En dat is over Facebook in al die beautygroeps en zo. Ik merk toch dat mensen heel veel van sensatie houden. Ik kan het niet ontkennen. Ik vind het af en toe ook leuk en ik snap het ook wel.
Maar het is een beetje krom, want mensen doen steeds vloggers en beautyvloggers delen die ze niet leuk vinden. En dan denk ik echt bij mijn eigen, jij deelt dus iemand die je niet leuk vindt. Dus in principe gun je die persoon niet meer views of abonnees. Maar doordat je hun toch deelt, krijgen hun dus meer views en meer abonnees. Of je dat nou slecht bedoelt of goed, als je wordt gedeeld, krijg je meer views, want mensen gaan kijken. En misschien vinden ze die persoon wel leuk en dan krijgen ze ook nog eens meer abonnees. Ik snap dat niet. Je kunt beter vloggers of beautyvloggers of gewoon bedrijven of wat dan ook delen die je wel leuk vindt. Want gun hun dan die views en gun hun dan die abonnees. Want ik zie toch dat de kanalen met de meeste sensatie het hardst groeien. En dan denk ik echt bij mijn eigen, er zijn zoveel leuke vloggers en beautyvloggers die iets minder hard groeien omdat ze gewoon nooit worden gedeeld omdat er geen sensatie is. Ze worden wel hier en daar wel af en toe gedeeld, maar een stuk minder dan de sensatiedingen. En ik vind dat toch wel echt minder. En ik vind het een beetje krom. Ik snap niet dat mensen niet snappen dat het juist positiviteit brengt voor die YouTuber. Als je ze deelt. Ook al is het negatief bedoeld. Dus deel gewoon de mensen die je leuk vindt. Ook ik vind het leuk om te zien als er iemand wordt gedeeld die juist leuk is. Want dan kan ik eventueel abonneren en gaan kijken. Als het iemand is die niet leuk is, denk ik bij mij, ja, waarom moet ik gaan kijken dan? Waarom moeten we hier slecht gaan praten over iemand? Waarom moeten we iemand gaan bashen? Die persoon doet ook gewoon de best. Of zijn best. En dan denk ik echt, ja, het zijn ook gewoon mensen. Waarom ga je dan plaatsen van, oh kijk deze vlog. Zij is zo irritant, zij is zo lelijk, zij is zo dom. Waarom kijken mensen dit nog? En dan denk ik echt van, waarom kijk jij nog? Waarom plaats jij het? Waarom promoot je het? Ik vind dat echt zo krom altijd. Maar ja, dat wilde ik dus even kwijt. En weer die mascara voor mijn onderste wimpers. Vinden jullie dat ik vaker Get Ready With Me moet doen? Laat het me even weten. En laat me ook weten over welke onderwerpen je wilt dat ik praat. Want het is allemaal wel heel leuk en aardig om dit te doen. Maar ik moet ook onderwerpen hebben om over te praten. Met weer deze contourkleur ga ik even bij mijn jukbeenderen contouren. Ik heb wel eens gevraagd aan jullie of jullie video ideeën hebben die jullie willen dat ik ga doen en zo. En de twee die het meest worden gevraagd zijn een Q&A en een beauty stash video. Ik heb op allebei al geantwoord, maar ik ga het toch nog even herhalen voor de mensen die het niet hebben gezien, want de vraag blijft komen. Een Q&A ga ik doen bij de 5000 abonnees. Daar ben ik al bijna. Ik zit nu op 4200, dus nog 800 te gaan. Ik ga bronzen met mijn Benefit Hoola bronzer. En de make-up stash video, die komt eraan zodra ik dus deze kamer heb gefixt. Want wat ik nou hier zo heb staan is precies als hoe ik het had bij mijn allereerste video. En toen had ik ook een stuk minder make-up dan nu. Dus ik heb hier anders wel plek tekort en het is echt een chaos. Dus het heeft niet echt nut om nou een beauty stash te laten zien. Dus ik ga even bij IKEA wat van die kasten halen die echt elke beauty meisje heeft. Ik ga het ook halen, want ze zijn echt gewoon super handig. En dan, zodra ik het heb gefixt, ga ik een beauty stash video maken. En ook mijn achtergrond. Ik krijg vaak commentaar op dat ze dat saai vinden, zo'n witte achtergrond. Ik ga ook meer doeken halen, mensen. Komt allemaal helemaal goed. Als blush gebruik ik de Milani Baked Blush in de kleur Berry Amore. Maar ja, ik wil eigenlijk alsnog weten wat voor video's jullie willen zien. Dus geef me een beetje inspiratie, want ja, ik maak toch wel 2 beauty video's per week. Dus af en toe is het een beetje moeilijk om op inspiratie te komen. Het lukt me in principe altijd wel. Maar ik moet zeggen, af en toe is het wel echt op het nippertje. En ja, ik wil wel gewoon leuke video's maken die iedereen ook wil zien. Dus ja, let me know beneden in de reacties wat voor video's je graag wilt zien. En dan heb ik het echt puur alleen over de 2 beauty video's in de week. Dus niet de extra video's zoals vlogs en zo. Ja, daar mag je ook wel advies over geven over wat je wilt als extra video's. Maar ik wil graag weten over de beauty video's. Want daar zit ik echt 2 keer in de week aan vast. Ik moet die echt maken en de extra video's kan ik doen wanneer ik wil. Even mijn contour wat strakker maken. Ik ben ook weer bezig met een leuke giveaway. Want ik heb die al een tijdje niet gedaan. Volgens mij was de laatste echt bij 2000 abonnees of zo. Dus ik ben er weer bezig met eentje. En die wordt vast ook weer leuk. En dan gaat er iemand leuk iets winnen. Een leuk pakketje ben ik aan het samenstellen. Ik ben nog niet klaar. Maar dat komt goed, dus die komt er ook aan. Dus blijf vooral geabonneerd. Als highlighter gebruik ik mijn Sleek Cleopatra Kiss paletje. En dan pak ik altijd deze kleur. Ik pak echt altijd die kleur. Ik gebruik die andere helemaal niet eigenlijk. Jawel, ja, af en toe wel die, maar dan mix ik het vaak alsnog samen. Zoals ik al zei, ben ik dus met mijn giveaway bezig. Laat me weten wat jullie zouden willen winnen. Ik ben dus bezig met een pakketje van allemaal leuke make-up. En ja, ik ben dus nog niet klaar. Ik ben nog op zoek naar leuke dingen die ik erbij kan doen. Dus als je iets hebt wat je graag zou willen winnen of zo, let me know. En dan kan ik dat gewoon bij dat pakketje doen. Is toch wel leuk om iets te winnen wat je echt graag zou willen. Ik doe ook een beetje van die highlighter in mijn binnenste ooghoek. Ik doe echt heel vaak mijn binnenste ooghoek met highlighter in plaats oogschaduw.
Af en toe ook gewoon allebei, af en toe doe ik alleen oogschaduw. Maar meestal doe ik gewoon highlighter. Omdat dat toch iets meer shined. En dat vind ik wel mooi. Maar ik moet echt over 20 minuten al klaar zijn, dus ik moet even opschieten. Oké, even iets met de lipjes. Wat ga ik doen met de lipjes? Ik ga denk ik deze lipstick en lipliner gebruiken van BB Cosmetics in de kleur 5. Nee, trouwens nee, deze ga ik niet gebruiken. Ik ga de kleur 3 gebruiken. Wie doet ook altijd zijn lippen overlijnen? Ik wel. Want mijn onderlip is echt een stuk dikker dan mijn bovenlip. Dus ik wil altijd nog een beetje extra dikker. Deze kleur is zo mooi en deze zijn zo handig. Ik heb er 3. Dit zijn de kleur 3, 2 en 5. Niemand weet waarom 3, 2 en 5 is en niet gewoon 1, 2, 3. Maar je hebt dus een hele lichte, een donkere en die ik dan vandaag heb opgedaan. Je kunt deze kopen bij bbcosmetics.com of .nl. Ik weet niet meer, even kijken. En ze zijn 20 euro. Ze zijn echt ook echt handig om mee te nemen. Het is gewoon een potloodje eigenlijk. Je doet gewoon snel op. Het is mat en het blijft gewoon goed zitten. Echt ideaal. En nee, ik word hier niet voor betaald ofzo. En wat NYX Matte Finish Spray. Deze is zo mooi. Ik krijg echt vaak complimenten over wat is je gezicht mooi mat en zo. En dan heb ik altijd deze opgedaan. Dus ik vind hem echt toppie. Nou, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden en het leuk vonden om een beetje te kletsen. Ik snap dat jullie niet gelijk kunnen terugpraten, maar je kunt je mening uiten beneden in de reacties. En leuke dingen zeggen, want dat vind ik altijd leuk. En als je dit soort video's leuk vindt, laat even een duimpje achter, want dan maak ik er zeker meer. En dan hoop ik jullie snel weer te zien bij mijn volgende video, die komt dinsdag. Doei!